La 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 la. Ja, het is nog steeds wijnplukkersmaand. De oogst, de vendange, is in volle gloed en in volle gang. En van Bacchus komt Cupido. Ja, want je denkt natuurlijk wel dat er tijdens dat plukken... hebben ze natuurlijk niet alleen maar de ogen gericht op de druiven. Ze kijken ook nog een klein beetje naar elkaar. Want Cupido is overal vandaag bij mij. Want, ja, kijk, die mensen die gaan s'avonds gezellig aan tafel. En dan zijn ze wel doodmoe en dan rollen ze zo hun bed in. En soms weten ze helemaal niet meer juist wie. En ze eten dan plukkerssoep. Soep voor de plukkers. En dat is een hele lekkere, stevige soep. Gemaakt van rode bonen. Ik heb ze hier al helemaal klaar. Dat wil zeggen, geweekt. Want als je ze gedroogd koopt, dan moeten ze toch wel 24 uur weken. Nou, ik heb zoveel geduld niet. Trouwens, dat is ook onzin in deze tijd. Dat hoeft toch helemaal niet. Je kan ze gewoon kopen. In potjes, in blikjes. Kidney beans. Ik weet niet of je het kunt zien, maar ze hebben absoluut de vorm van een nier. Dan heb ik mijn nieren nooit gezien, maar ik denk dat ze erop lijken. Kidney beans. En zijn wat zoeter. Lekker, hè? Heerlijk. Perfect voor soep. Maar ja, daar moet natuurlijk meer in. Hè? Je weet, peulvruchten gedroogd hebben heel veel zetmeel. Vitamine, geven heel veel energie. Hebben ze nodig, die jongens daar op het veld. En dat gaat natuurlijk gepaard met vlees. Vlees, lekker vlees. Worst. Kijk eens even, hier hebben we ze. Dit is chorizo. Heel gek, hè, dat wij in Nederland ook chorizo kunnen maken. Want het is eigenlijk een Spaanse worst. Ja, Spaans, er zit Spaanse peper in, er zit paprika in. Wordt gedroogd, echt in de buitenlucht gedroogd. En daarom is ze zo lekker hard en lekker pittig. Kijk, een Gelderse rookworst. En die heb je grof en die heb je fijn. Mijn gerecht van vanmiddag, dat is een gerecht uit de, ja, je zou kunnen zeggen uit de Perzische keuken. Daar komen dadels in, daar komen gedroogde appeltjes in. Eigenlijk zouden er ook vijgen in kunnen, die kun je nog wel krijgen hoor, verse vijgen, maar ik heb dadels. Ik zeg soms wel eens hele gekke dingen, heb ik begrepen. Van beesten die in de stress raken door een reizen, ik weet het niet. Nou, dat is niet helemaal waar hoor. Als je ze gewoon gezellig vervoert met elkaar in de bus, hebben ze nergens last van. En dit is ook prachtig vlees, het is zo vlees. En mooi. Ik ben gek op lamsvlees. Prachtig, vers, Hollands lamsvlees. Ja, en dat eten ze in Frankrijk ook heel graag. Kijk, en daar gaan die dadels en die zoete appeltjes bij. Maar blijf even kijken, dan zal ik je precies vertellen wat ik er allemaal mee ga doen. Je kunt het natuurlijk prachtig in zijn geheel braden, maar dat heb ik enkele weken geleden op Texel al gedaan. Vandaag maken we eens iets heel leuk anders. In blokken gesneden, lekker gestoofd. Een beetje zoetzurig. Gaat wijn in. Ja, heel lekker. Knoflook. Ja, dat hoor ik u al zeggen. Natuurlijk, want zonder knoflook kunnen we niet leven. Kijk nou eens even wat ik heb gevonden. Een oventje voor de knoflook. Ik heb het al even in de oven gehad, 3 kwartier. Kijk, moet nog even erin. Want het is nog lang niet gaar. Maar dit is een bol knoflook. Daar haal je de bovenkant van af. Je doet er of boter of wat olie bovenop. En dan zet je het 3 kwartier in de oven. En dan zijn die teentjes, die druk je er zo uit. En die zijn om te zuigen. En denk erom, je stinkt er niet van. Echt niet. Nou, die tenen die gaan in de soep. In plaats van nou eens rauwe knoflook. Vond ik nou eens leuk. Voor de soep gebruiken wij olie. Gewoon gerookt spek met een beetje vet eraan. Ach, doe alles maar. Mijn knoflookbol. Velletje weg natuurlijk. Wat zou je denken van wat tijm? En wat zou je denken van wat rozemarijn? En wat zou je denken van laurier? Wat peterselie en wat selderij? Alles gewassen hoor, jongens. La 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 la. Dit gaat in de pan.
hier. Ik moet lekker een zware pannen nemen. Zo goed voor de spierballen. En hier gaat mijn bouillonnetje bij. Mijn bouillonnetje. Nou, dat wordt me een soepje. En jullie hebben het eigenlijk niet eens verdiend, want je hebt nog geen druif geplukt. De bonen? Ja, met het vocht. Het vocht heeft altijd enige smaak. Iets zoetig kan er gewoon lekker in. Kijk. En dan, want nou dacht je dat we er waren, maar dan heb je het mis. Wat gaat erbij? Bijna net zoveel wijn als bouillon, maar als je dat nou te veel wilt, dan neem je een kwart. Kijk. Ja, het is toch plukkersoep? Ja. Zo. Hé, wat jammer, nou heb ik niks meer voor mezelf. Dit laat je heerlijk trekken. De worsten erbij, maar dat kan op het laatste moment. Want rookworsten, die wel je van tevoren eventjes in het water om ze gaar te maken. Want de meeste worsten zijn rauw. Hè? Die worden gevuld in die darm en dan opgerold die darm. En dan even gerookt en dan zijn ze nog niet gaar. Dus die moet je even in heet water wellen en dan snijden we ze. En dan al die blokjes erin, de chorizo erin. Nou, en dan wat mij betreft gewoon laten pruttelen eventjes zo. Ja, god, vroeger bleven ze erbij zitten, maar ik kan me voorstellen dat je nog wel wat anders te doen hebt. Het lamsgerecht. De poulet. Dit is dus het gesneden lamsvlees. Niet te klein snijden. Aanbraden het vlees. Kaneelstokje. Beetje saffraan. Een beetje nootmuskaat erbij. Als je hebt een kruidnageltje. Een beetje suiker erbij. Niet te veel, een klein beetje. Amandelen erbij. Gedroogde appeltjes. Die zijn altijd wat geconcentreerder van smaak. En kijk eens, dadels. Die had ik even in een wat zoetige wijn. Of een beetje wijn met port. Als je geen zoete wijn hebt, heb ik die gedaan. En dit laat ik nu stoven. Echt lekker lang stoven. 3 kwartier. Oh, god, heb ik het weer. Wat erg is dat de laatste tijd. Het water loopt me steeds in de mond. Maar ja, het is ook zo jammer dat jullie het niet kunnen ruiken. Maar in ieder geval, dit is dus mijn lamsgerecht voor de plukkers van de hele wereld. Kijk, en onder de hand denk ik altijd nog even na over zo'n gerecht. Hè. Het is bij mij niet zo van in de pan en klaar en wegwezen. Nee, ik denk na. Want ik doe nog een klein accent. Hoe zeg ik dat? Een klein accent. Dit is een limoen, dat is dus een kleine citroen. Je mag ook citroen nemen van mij. Mag ook gewoon schilletjes en fijn snijden hoor. Maar dit is natuurlijk het allermooiste. Hè? Nou, en ik zal je eerlijk zeggen. Dit maakt dat gerecht nou net af. Je hebt je hersens toch ook niet voor niks gekregen. De zesteur, dat is dat dingetje. De soep. Want dit heeft nog een half uurtje te gaan. De soep, kijk eens, kijk eens. Ja, die kookt natuurlijk een beetje. En denk je nou eens in dat je die mensen toch een beetje krachtvoer moet geven. Een beetje inhoud. Dan geven ze natuurlijk geen dunne soep. Nee. Wat geven ze? Ze geven ze een gebonden soep. Maar ik hou in dit geval niet van meel om te binden, want er zit al zoveel meel in die bonen. Dus wat doe ik nu? Ik haal een klein beetje van die soep eruit. Kijk, met een paar van die bonen. In een klein pannetje. Ik heb hier een klein pannetje. Even fijn pureren, die bonen. Die kidneybonen. Dat trek nog even door. Intussen gaan we de worsten snijden. De chorizo. Dit is gewoon lekkere beenham. Dit zijn worsten. Moet een beetje pittiger. Hot saus. Niet te hot. Want dan brandt hun de tong uit de mond.
Nou ja, ze zitten de hele dag onder die druivenstokken, dus die druiven die blussen wel natuurlijk, maar nee, dat is onzin. Koken is doseren. Verrukkelijk. Helemaal lekker. Lamsvlees. Hoe is het met mijn lamsvlees? Kijk eens. Dat is nog lekkerder. Kijk even, jongens. Kijk eens. Nou, dit maken we ook af op smaak. Heel Perzisch. Een beetje zoetig. En wat kunnen we daar nou aan doen om dat nou net even wat spannender te maken? Het sap van een citroen, of in dit geval limoen, want ik had hier die limoen, weet je wel, met die zesteur van dat mesje. Maar waar heb ik hem gelaten? Waar? Oh, hier. Hij is onder de dinges gevallen. Dat is trouwens een hele leuke tip die u maar eens moet onthouden. Heel veel gerechten kun je net even iets ophalen met wat citroen. Peterselie. Als je nou veel naar mij kijkt, leer je nog koken ook. Dit seizoen staan Joop's recepten en tips in een nieuw deel van Kookschrift van een Kookgek. U kunt dit bestellen door 17,50 gulden over te maken op postbanknummer 149 4000 ten name van Avro Service onder vermelding van Kookgek deel 3. Het boekje is ook verkrijgbaar in boekhandel en warenhuis.